geloof in een samenleving waar respect voor onze fundamentele rechten niet ter discussie staat en waar een leerkracht zich niet moet afvragen of hij of zij een risico neemt door zulke onderwerpen aan te kaarten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we als samenleving dat signaal geven en zeker in het licht van zo'n barbaarse aanslag duidelijk maken dat we nooit, maar dan ook nooit, compromissen zullen sluiten wanneer het over deze fundamentele rechten en vrijheden gaat. Ik zal dan ook mijn steun betuigen aan de Franse regering. Collega Van Rooij, op dit punt moet ik er nog aan toevoegen. Ik vraag u dus nogmaals, minister-president Jambon, om meer te doen. Roep op tot het kopen van Franse producten. Leg een rouwregister aan voor onze held Samuel Paty. Spreek u uit tegen de islamitische tiran Erdogan en de moslimfundamentalistische premier van Pakistan. En nogmaals, projecteer deze Mohammed-cartoons van Charlie Hebdo op onze overheidsgebouwen. Er is zoveel dat u zou kunnen doen, minister-president Jambon. Wees dus in deze geen slappe Jan, want dit is het moment om expliciet stelling in te nemen in deze beschavingsoorlog en ostentatief aan de juiste kant van de geschiedenis te gaan staan, namelijk de kant van de vrijheid en niet die van de achterlijkheid en de barbarij van de islam.